Pepijn, de laatste, ik moest het eventjes opzoeken, want het is alweer een tijdje geleden. Het was volgens mij maart 2018 dat wij elkaar spraken, althans in ieder geval op een soundbite. Toen was er een nogal teleurstellende uitspraak van de Hoge Raad. En nou zag ik vandaag op Poker News ook een bericht, dus ik denk ik moet je toch weer eventjes spreken. Ja, er zijn nieuwe uitspraken van de Hoge Raad vandaag gepubliceerd. Ja. En ik heb er natuurlijk niet zoveel verstand van, dus daarom bel ik je. Maar toen ik het las, dacht ik, hé, dat is goed nieuws. Toch? Ja, het is natuurlijk heel goed dat we de zaken met betrekking tot PokerStars hebben gewonnen. Waar dus natuurlijk ook kunnen verliezen. Althans, de cassatiegronden hadden ook doel kunnen treffen, waardoor de uitspraken van het Hof vernietigd zouden worden en bijvoorbeeld weer terug zouden gaan naar het Hof voor een heroordeling. En het is natuurlijk goed dat we gewonnen hebben. Maar. Maar het is niet zo zeker dat hiermee alles definitief beslist is. Het Oké, leg uit. cassatieberoep, ja, het cassatieberoep in deze specifieke zaken is ongegrond. Dus deze specifieke zaken zijn klaar. En de betreffende aanslagen moeten worden verminderd. En de betaalde belasting moet worden terugbetaald. Dus dat staat Maar dat wel geldt niet vast. voor iedereen. Nee, en sterker nog, je kunt je zelfs afvragen of het ook geldt voor andere aanslagen van deze personen. Ik denk dat de Belastingdienst van oordeel is dat dat niet zo is. Ik denk daar misschien anders over. En wat dit wel positief maakt, maar misschien niet zo positief als sommige mensen denken, is in Nederland heb je zeg maar rechtbank, gerechtshof en dan de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad oordeelt niet over feiten, alleen over rechtsvragen. Ja, dat hebben we natuurlijk de vorige keer ook besproken. Dat Precies. is alleen maar of zij zeg maar de juiste procedures hebben gevolgd of de juiste wet hebben toegepast. Ja, en ook wel de juiste uitleg van begrippen, bijvoorbeeld, hè? De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld wel een principieel oordeel gegeven over de bewijslastverdeling. Dat oordeel vind ik juist eigenlijk heel teleurstellend. De Hoge Raad zegt eigenlijk dat in beginsel de bewijslast wel op de speler rust. Dat Dus een hebben speler moet gaan bepaald. bewijzen waar een aanbieder gevestigd is. Ja, een houder eigenlijk. Niet een Ja. aanbieder, maar een houder. Nee, Dat dat is hebben we natuurlijk de vorige keer zo uitgebreid over gehad, natuurlijk, over het verschil tussen aanbieder en houder. Ja, en het is in beginsel natuurlijk zo dat iemand die zich op een regel beroept, dat ook moet bewijzen. Dus in beginsel zou je zeggen, ja, dat is misschien zo, dat de speler dat moet bewijzen. Aan de andere kant zijn we opgezadeld met een foute wet. Dus we weten al sinds 2015 dat deze wet naar de letter in strijd is met EU-recht. Dus als de speler wordt opgezadeld met een wet die in strijd is met het EU-recht, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je dan als speler vervolgens zegt van ja, ik heb die wet natuurlijk niet gemaakt, dat heeft de overheid gedaan. Als die wet in strijd is met EU-recht, dus gewoon echt fout is gedeeltelijk, dan moet ik dan bewijzen dat ik onder die fout val? Of moet dan misschien de overheid bewijzen dat ik niet onder die fout val? Zij hebben immers de wet gemaakt. En de tweede reden waarom je bijvoorbeeld zou kunnen denken dat die bewijslast zou moeten schuiven naar de overheid, naar de Belastingdienst, is dat er een overeenkomst is met een vennootschap in Malta. En je moet je natuurlijk afvragen van ja, hoeveel mogelijkheden heeft een speler nou eigenlijk om daar doorheen te prikken? Want als die speler vraagt aan het bedrijf in Malta waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten, waar zitten jullie? Dan zegt dat bedrijf in Malta. Nou, stel daar, dat klopt niet, hè? Stel daar zit een bedrijf van op Isle of Man achter die dat allemaal doet. Maar ja, welke mogelijkheden heb je als speler om dat te onderzoeken? Eigenlijk heeft een overheid veel meer mogelijkheden daarvoor. Sterker nog, er is een Europese richtlijn dat overheden binnen de EU moeten samenwerken en de Nederlandse overheid zou dus de Maltese overheid kunnen vragen van goh, is dat bijvoorbeeld een brievenbusfirma of zit daar een echt bedrijf en wat vinden jullie daarvan? Hè? En de speler, ja, die kan natuurlijk moeilijk die bedrijfsstructuur doorgronden, omdat hij daar helemaal geen middelen voor heeft. Dus ik denk dat er hele goede redenen zijn om de bewijslast juist naar de Belastingdienst te laten schuiven. Ik had ook heel graag vragen gezien aan het EU-Hof in Luxemburg, want de Nederlandse rechter. De nationale rechter blijft toch altijd met een nationale bril naar het EU-recht kijken. En ik denk eigenlijk dat als een Nederlandse rechter ooit een vraag stelt
over de uitleg van die bewijslastverdeling in Luxemburg, denk ik eigenlijk dat die aan onze kant zouden staan. Mm-hmm. Maar goed, de Hoge Raad zijn natuurlijk ook hele wijze rechters, dus misschien heb ik wel ongelijk, maar het is wel zo dat nationale rechters toch altijd een beetje met een nationale bril blijven kijken en EU-rechters toch altijd zich vooral druk maken om de effectuering van EU-recht en ja, zich niet zo druk maken wat al die lidstaten ervan vinden. En al gauw, zeg maar, barrières die de lidstaten opwerpen omverduwen, want ja, hoe kan je anders in 28 jurisdicties dat EU-recht te gelden maken, hè, als die landen dat eigenlijk uithollen door bijvoorbeeld een wet die in de letter in strijd is met EU-recht. Ja, oké, maar ja, die bewijslast, nou, ik denk dat wij zijn het in ieder geval eens, en ik vind jouw argument natuurlijk ook heel goed daarvoor, maar dat verandert natuurlijk sowieso als de situatie in Nederland verandert, en met de introductie van de wet kan spelen op afstand, dan hopelijk is dit in ieder geval voor toekomstige gevallen niet meer relevant, toch? Ik bedoel, dan speel je bij een gelicentieerde partner. Maar wat betekent het, hè, behalve dan dat we het hiermee oneens zijn met die uitspraak, betekent deze uitspraak dan voor alle andere spelers in Nederland die ook eigenlijk geld hebben betaald over, belastingen hebben betaald over hun winst op PokerStars, en eigenlijk hopen dat ze dat ooit nog een keertje terugkrijgen? Ja, dus laat ik nog heel even verder gaan, want we hadden een soort... We gingen even opzij over de bewijslast, wat inderdaad heel belangrijk is. Maar het Hof in Den Bosch heeft ook de bewijslast op de speler gelegd. Mm-hmm. En wij hebben aan die bewijslast voldaan volgens het Hof in Den Bosch. Dus het feit dat je de bewijslast krijgt, wil natuurlijk nog niet zeggen dat je daar niet aan kan voldoen. Alleen mm-hmm. Ja, je begint dan op achterstand als jij de bewijslast hebt. Yeah. Dat is dus gelukt volgens het Hof Den Bosch. Het Hof heeft dus al die feiten beoordeeld. En het Hof Den Bosch is dus tot de conclusie gekomen op basis van die feiten dat internetpoker via PokerStars op Malta wordt gehouden. Mm-hmm. En de Hoge Raad heeft eigenlijk niet gezegd dat klopt. Hè? Internetpoker via PokerStars.eu wordt op Malta gehouden. Maar de Hoge Raad heeft gezegd: het Hof heeft bij die feitelijke beoordeling geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent begrippen, organisatie en zeggenschap. Dus als het Hof die begrippen, organisatie en zeggenschap verkeerd had ingevuld, dan had de Hoge Raad wel gecasseerd. Maar de Hoge Raad zegt, ja, die begrippen heeft het Hof op zich goed ingevuld. Hè? Dus het Hof heeft gezegd van, ja, deze dingen zijn van belang, deze dingen zijn van belang. Dat heeft het Hof goed onderzocht, wat voor die organisatie en zeggenschap van belang is. En ja, het Hof heeft dus gezegd Malta. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, dat de Hoge Raad nu zegt van ja, daarbij heeft het Hof niks vreemds gedaan. Mm-hmm. Maar de Hoge Raad heeft eigenlijk niet die feitenbeoordeling overgedaan. Normaal zou je hier heel blij mee moeten zijn, maar er liggen andere zaken bij de Hoge Raad nu, waarvan de mm-hmm. uitspraak waarschijnlijk over een paar maanden komt. Die komen uit het Hof Arnhem-Leeuwarden. En het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de houder van PokerStars.eu in Isle of Man geplaatst. En die heeft dus gezegd, het is niet belastingvrij. Mm-hmm. Het zou dus heel goed kunnen dat de Hoge Raad over een paar maanden tot hetzelfde oordeel komt in die zaken. Dat de Hoge Raad dus zegt, ja, het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij die feitelijke beoordeling geen blijk gegeven van onjuiste rechtsopvatting. En zij hebben die feiten beoordeeld. En zij komen tot de conclusie Isle of Man. De mening van de Hoge Raad is dus misschien, hè, dat weten we nog niet, maar daar word ik een beetje bang voor. Ik heb er vandaag ook mee overlegd met de procesjuristen van de Belastingdienst en die, ja, die zagen het eigenlijk net zo, dat er een goede kans is dat de Hoge Raad eigenlijk denkt van ja, die feiten zijn een dubbeltje op zijn kant, hè, tussen Malta en Isle of Man. Mm-hmm. En het Hof kan, als ze maar geen gekke dingen doen bij de invulling van die begrippen organisatie en zeggenschappen, kan het Hof twee kanten op. Maar het is niet de taak van de Hoge Raad om die feiten te wegen. Dat moet het Hof doen. En zolang het Hof dus niks geks met die twee begrippen doet, zou het allebei kunnen. En het zou dus heel goed kunnen dat we over een paar maanden ook met definitieve uitspraken van de Hoge Raad zitten die de andere kant op gaan. Hoe vervelend dat ook is. Oké, dus eigenlijk had je in deze zaak
was het heel erg mooi geweest als de Hoge Raad al wel daar daadwerkelijk op was ingegaan, maar omdat dat niet gebeurd is, moet je eigenlijk nog de uitspraak van de Hoge Raad afwachten in de andere zaken die nog lopen, waar ze wel eigenlijk geforceerd worden om daar een uitspraak over te doen. Klopt dat? Ja, maar kijk, ze zouden natuurlijk kunnen zeggen dat Hof Arnhem-Leeuwarden het helemaal verkeerd gedaan en dat moet opnieuw. Kijk, dan moeten we heel blij worden. Want dan heeft het Hof Den Bosch de feiten beoordeeld. En zegt de Hoge Raad, die zijn tot de conclusie Malta gekomen. Wij gaan niet die feiten herbeoordelen, maar dat is goed gegaan. En als nou Arnhem-Leeuwarden wel wordt gecasseerd en ze zeggen van ja, die zijn tot out of man gekomen en daarbij hebben ze die begrippen organisatie en zeggenschap verkeerd ingevuld. Kijk, dan moeten we heel blij worden. Maar ik denk dat er een redelijke kans is dat de Hoge Raad zegt, nou ja, het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft ook die feiten gewogen. Dat gaan wij niet overdoen. Mm-hmm. En bij zo'n conclusie en de weging van die feiten heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden ook geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de begrippen organisatie en zeggenschap. En het zou dus kunnen dat beide zaken overeind blijven. Ja, en dus, ja, elke keer denk ik de champagne kan open, maar en dan bel ik en dan blijkt het dus toch niet zo te zijn. Ja, het is echt, een beetje vervelend, hè? Dat snap ik, omdat de Hoge Raad zou natuurlijk een keer echt de knoop door kunnen hakken. Ze hadden ook er dieper in kunnen duiken en gewoon kunnen zeggen het zit zo en zo en zo, maar dat doen ze eigenlijk bijna nooit. Ze laten het bijna altijd aan het Hof, hè, om de feiten te beoordelen. En zolang er geen rechtsbeginselen of uitleg van begrippen en zo mis is gegaan, zeggen ze dan gewoon van nou prima, die uitspraak kan blijven staan. En jij zegt een dubbeltje op zijn kant. Er is een kans, wat als je zelf een inschatting zou moeten maken, ook als fanatiek pokerspeler, is het dan een coinflip? Of hebben we het dan over een 70-30, 60-40? Ja, wat ik bedoel met een dubbeltje op zijn kant, is dat dubbeltje naar Malta en naar Isle of Man kan vallen. Mm-hmm. En daar is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Hè? Er zit natuurlijk heel veel op Malta, maar er zit ook heel veel op Isle of Man. De kansen, kijk. De kansen zijn hier niet slechter van geworden. Dus ik zou zeggen dat we wel boven de 50-50 zitten. Ik denk niet dat we op 75-25 zitten eigenlijk. Okay. Hey, voor duidelijkheid, voor deze specifieke zaken is het natuurlijk voorbij. Mm-hmm. Die persoon die heeft wel gewoon zekerheid op dit moment. Ja, althans voor die aanslagen. Je kunt je nu afvragen wat er met andere aanslagen gebeurt. Stel je voor, Arnhem-Leeuwarden gaat de andere kant op. Ja, dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat elke zaak, niet alleen elke pokerspeler, maar zelfs elke aanslag, individueel moet worden uitgeprocedeerd. En daar worden de pokerspelers niet blij van, maar daar wordt de Belastingdienst ook niet blij van, hoor. Dat weet ik wel. En ja. Want dat zou theoretisch kunnen betekenen dat we nog 10 jaar bezig zijn. Ja, daar wordt alleen jij vrolijk van, want dan verdien je in ieder geval tenminste nog wat natuurlijk. Nou, ik wil er ook wel eens vanaf voor deze procedures. Daar word ik nou ook weer niet zo vrolijk van. Je kan je ook nog voorstellen dat het anders gaat uitpakken voor verschillende tijdvakken. Want in 2012, nadat de FBI PokerStars mm-hmm. en Full Tilt en zo is binnengevallen, is PokerStars meer en meer naar Malta gaan verhuizen. Ja, dat begon met een relatief kleine vestiging. Hè? Dat is meer en meer en meer geworden. Inmiddels zitten er vele honderden mensen van PokerStars op Malta. Dus je zou ook nog kunnen zeggen dat de situatie in 2013 niet hetzelfde is als in 2015. En niet hetzelfde is als in 2017. Dus het zou ook heel goed nog kunnen dat verschillende tijdvakken verschillende uitkomst geven. Ik denk dat de Belastingdienst daar ook heel erg mee in de maag zit. We hebben wel eens eerder over een deal gepraat. Of we niet een deal moesten sluiten. Hè, of een percentage moesten afslaan. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Omdat van hogeraf zagen ze dat niet zitten. Ja, misschien dat daar ook weer ruimte
En wie is we in dit geval? Aan de ene kant de Belastingdienst en aan de andere kant jij als vertegenwoordiger van een hele groep pokerspelers? Of hoe moet ik dat zien? Zeg maar, als dat in de toekomst eventueel weer zo zou gaan gebeuren, hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Ja, dat is ook heel moeilijk. Want als die zaak in Arnhem-Leeuwarden echt de andere kant op gaat, dan denk ik dat de Belastingdienst en ik er mee eens zijn dat we in 2030 nog bezig zijn. Mm-hmm. En dat wil echt niemand. In een individueel geval kan je soms wel een deal maken met de Belastingdienst. Hè? Want soms is er gewoon een oneenigheid of een feit en iets onduidelijks. Hè? Bijvoorbeeld, iets zit niet in de boekhouding, maar het is wel waarschijnlijk. Hè? Dan kan je soms zeggen van... Ja, ik ken wel pokerspelers die dat gedaan hebben. Die echt deals gesloten hebben om er gewoon vanaf te zijn. Ja, dus individueel kan dat soms. Hè? Al is het volgens mij qua PokerStars nooit gebeurd. Dan had ik het waarschijnlijk geweten. We waren op een gegeven moment wel dichtbij voor een aantal spelers. Maar dat is toen eigenlijk toch niet doorgegaan op het laatste moment. Terwijl de Belastingdienst wilde daar op zich wel aan. Maar dat was een moment waarop in de politiek heel veel problemen waren omtrent belastingdeals. Van een woonwagenkamp en van, ik geloof, van de Starbucks en zo. En er werden constant kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. En ik denk dat dat een belangrijke reden is dat dat toen niet is doorgegaan. Want kijk, voor ons is het heel belangrijk en veel geld. Maar voor de Belastingdienst is het natuurlijk een kruimel, hè, die pokerwinsten. Dus waarschijnlijk hebben ze toen zeg maar hogerop gedacht... moeten we nou voor zo weinig geld een deal gaan maken en straks staat de staatssecretaris weer in de Tweede Kamer. Precies, straks staat het weer op de voorpagina van de Telegraaf. Daar weet ik natuurlijk het fijn niet van. Hè. Dat is een beetje speculatie van mijn kant. Maar ik had wel het gevoel dat de Belastingdienst in ieder geval heel serieus was over de deal. En dat het eigenlijk op het laatste moment niet per se naar hun zin, maar op het laatste moment toch niet doorging. Het zou kunnen dat het natuurlijk nu op een gegeven moment verandert. Hè? Want het kan ook dat als diezelfde mensen nu een paar jaar later naar dezelfde zaak kijken en denken van ja, straks zijn we weer 10 jaar bezig en we hebben nu een zaak bij de Hoge Raad definitief verloren. Zou het kunnen, hè, dat er weer een opening ontstaat. Maar daar is het nu natuurlijk nog heel vroeg voor om daar te spekuleren. Ja, snap ik. Niet te veel vooruitlopen op de zaak. Maar even iets heel, heel geks, en dat heb ik natuurlijk al eerder wel eens gevraagd. Ik bedoel, stel je voor dat de Belastingdienst er gewoon echt een beetje klaar mee is. Hè? En dat ze dus geen zin hebben in een vooruitzicht van weer 10 of 30 jaar dit soort zaken. Dan zouden ze natuurlijk ook ooit een keer zich gewoon kunnen neerleggen bij een zaak die wel positief is uitgevallen voor de pokerspeler, toch? Niet in cassatie gaan een keer als er wordt geoordeeld in hun nadeel, zeg maar. Ja, dat zou leuk zijn, toch? Dat zou ook kunnen, ja. Dat is erg onwaarschijnlijk. Dat voor die andere uitspraak gebeurt. Kijk, stel je voor, de Hoge Raad oordeelt heel gunstig voor ons over die zaken uit het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ze zeggen van ja, daar zijn de feiten helemaal verkeerd ingevuld, of die begrippen organisatie en zeggenschap verkeerd ingevuld. En ze casseren die zaken, dat betekent dat ze ze terugsturen naar een ander hof voor een nieuwe feitelijke beoordeling. Ja, dan zou dat theoretisch kunnen. Dat de Belastingdienst dan zegt van, nou ja, die Malta-zaken zijn overeind gebleven. Die Isle of Man-zaken hebben we verloren. Misschien moeten we nu eieren voor ons geld kiezen. Maar dat is nu nog erg onwaarschijnlijk. Maar als Arnhem-Leeuwarden goed uitpakt, dan is dat wel mogelijk natuurlijk. Je hebt een groep spelers die ooit beroep hebben aangetekend en hebben gezegd ik betaal niet onder beroep en ik wacht zeg maar deze zaak af. En dan heb je natuurlijk een hele grote groep toch, als ik me goed herinner, die wel hebben betaald maar ook onder beroep en die dan hopen dat ze bepaald geld ooit terugkrijgen. Zit er nog een verschil in die groepen? Als er ooit zeg maar deals gesloten gaan worden of toch een verandering in de situatie komt? Nou, juridisch niet, nee. Want de mogelijke deal waar we het ooit over gehad hebben en eventueel misschien in de toekomst weer over gaan hebben, dat gaat dan om de hoogte van de aanslag. Hè? Dan zeg je bijvoorbeeld van, ik noem maar wat, hè, er staat 29% kansspelbelasting, daar doen we de helft van. Of misschien staan wij er iets beter voor dan zij, dus misschien doen we maar 40%, ik noem maar wat. Hè? Mm-hmm. En dat gaat dan echt over de heffing.
of je betaald hebt of niet, dat noemen ze bij de Belastingdienst de invordering. Dat zijn ook andere ambtenaren. De heffing wordt gedaan door de inspecteur. De invordering wordt gedaan door de ontvanger. En deals in de invordering, die gebeuren ook wel eens soms. Maar dan gaat het om gevallen waarbij er gewoon echt niks te halen is. Iemand geen geld heeft, geen inkomen heeft. Dan willen ze nog wel eens een deal in de invordering maken. Maar dat is eigenlijk iets heel anders. Dat soort overtreders zijn er natuurlijk ook die dat geld allemaal niet meer hebben. Wat er eventueel nog betaald zou moeten gaan worden. Ja, maar dat zou dus dan een deal zijn die je in beginsel niet met de inspecteur maakt. Maar pas verderop maakt. En met de inspecteur gaat het over hoe hoog is de aanslag. En of er al betaald is of niet, heeft daar eigenlijk geen invloed op. Helder, oké. En over wat voor een termijn hebben we het als we het over die andere zaken hebben? Waarvan jij zegt, die zijn eigenlijk echt heel erg belangrijk. Op dit moment zijn een paar maanden. De Hoge Raad heeft in juli gezegd dat ze binnen 6 maanden gaan beslissen. Ja, maar dat zou dus volgende week kunnen zijn, maar dat kan dus ook in december zijn. Oh ja. Dat is wel makkelijk als je op die manier je werktijden zeg maar kan bepalen. Ja, ja. De Hoge Raad is natuurlijk wel eigenlijk de eindbaas in Nederland. Ja, dus, zijn natuurlijk ook heel druk. Die kunnen door niemand worden aangestuurd. Daar heb ik ook geen invloed op. En de Belastingdienst ook niet. Nee, helder. Hey, dus dat moeten we dus nog eventjes afwachten. Dan hoop ik je dan ook weer eventueel te kunnen spreken. Iets anders waar de wet kan spelen op afstand. Ja, hij is net weer uitgesteld. Hè? Invoering daarvan staat nu gepland voor 1 maart 2021. En dan hopen we dat we daadwerkelijk live kunnen gaan spelen. Althans de pokerspelers op pokerstars.nl 1 september 2021. Heb jij nog ideeën bij de lagere wetgeving? En überhaupt de wet die vorige week gepubliceerd is? Of hou je daar niet zo mee bezig en ben jij meer met de lopende zaken bezig die gaan over de periode ver daarvoor? Ja, ik zit meer aan de belastingkant dan aan de reguleringskant. Hè? Dus ik weet er natuurlijk wel wat van. Ten eerste is het natuurlijk jammer dat het altijd weer wordt uitgesteld. Hè? En ik moet nog maar zien dat die nieuwe data worden gehaald. Ik hoop het wel, want half maart zijn er weer verkiezingen. En als het daar overheen gaat, ben ik helemaal bang dat het nog wel eens uitgesteld. Maar ja, dat is weer iets anders. Ja, en dan als je puur naar de wet kijkt, ja, dan zijn er fiscaal is er nog wel een belangrijke vraag voor mij. Dat als er nou een site is die geen vergunning krijgt, dan wordt die fiscaal dus anders behandeld dan een site die wel een vergunning heeft. Als die site die geen vergunning heeft wel binnen de EU zit, dan vraag ik me af of niet nog steeds hetzelfde speelt onder de nieuwe wet. Ik neig naar het zeggen van wel. En een tweede belangrijke vraag is natuurlijk, krijgen al die grote sites een vergunning? Want er zijn verschillende sites die boetes hebben gekregen natuurlijk van de kansspelautoriteit in de afgelopen jaren. En er is een clausule, zeg maar een strafbankje. Ja, de cooling down, de blackout periode zoals die genoemd wordt, ja. Ja, en we weten natuurlijk nog niet hoe dat gaat worden ingevuld. Maar het is natuurlijk niet zo gek vanuit een overheid gezien om te zeggen van, die aanbieder die we een grote boete hebben gegeven vorig jaar, die geven we niet dit jaar een vergunning. Dat zou natuurlijk niet zo gek gedacht zijn vanuit de overheid. Maar dat zou dus betekenen dat een aantal hele grote aanbieders niet gelijk een vergunning zouden krijgen. Waarschijnlijk wel blijven aanbieden. Dus ik denk dat die fiscale problemen dan weer gaan spelen. Nou, ik heb me de afgelopen maanden wel echt heel erg daarin verdiept. En zover ik het kan peilen, zeg maar, alle echt grote partijen toch wel redelijk in de clear op dit moment. En voldoen toch wel aan de voorwaarden die uiteindelijk uitgewerkt worden door de CASA en beoordeeld worden als er een vergunning verleend moet gaan worden. Maar ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk wel wat partijen die boetes hebben gekregen en waar het nog wel interessant is om te zien wat er daar gaat gebeuren. En helemaal als jij zegt natuurlijk dat als ze wel in de EU gevestigd zijn, maar geen vergunning krijgen, zeg maar iets in een heel gek geval PokerStars geen, Unibet geen vergunning zou krijgen, dan zou het eigenlijk natuurlijk voordeliger zijn om op die website te spelen, omdat je dan
helemaal geen belasting betaalt. Correct? En dat kan natuurlijk helemaal niet de bedoeling zijn van een gereguleerd stelsel in Nederland. Nee, maar als je dus bij de aanbieder zonder vergunning speelt, dan gaan ze weer belasting heffen bij de speler. Hè? Wat nu eigenlijk ook aan de hand is. En als die aanbieder dan weer in Europa zit, dan vraag ik me dus weer af of dat niet in strijd is met de vrije verkeer van diensten. Dus dat dan niet hetzelfde speelt. Mm-hmm. En jij zegt natuurlijk, alle aanbieders zijn in de clear, maar om maar eens een grote aanbieder te noemen, Pokerstars.eu, die hebben gewoon nog een boete van €400.000 gekregen, geloof ik, op, in september 2019. Oké. Okay. Nou ja, dan moeten we dus... Pokerstars die biedt tegenwoordig aan, niet meer onder Rationaal Gaming Europe Limited, maar onder TSG Interactive Gaming Europe Limited. Mm-hmm. De Stars Group, ja. Yeah. En die hebben, die hebben in september 2019, als ik me niet vergis, €400.000 boete gekregen van de kansspelautoriteit. Ja, en de cooling down periode wordt natuurlijk verlengd met het uitstel, maar die is gesteld op 2 jaar, toch? Dus dan hebben we het over september 2021 dat ze een vergunning zouden mogen aanvragen. Ja, maar we weten natuurlijk eigenlijk nog niet hoe dit gaat worden ingevuld. Hè? Of dus bijvoorbeeld een boete betekent dat je hem niet krijgt voor 2 jaar. Ik denk dat beleid, dat we eigenlijk nog dat niet weten hoe dat gebeurt. En daar denken misschien verschillende mensen ook anders over. Hè? In dit soort gevallen is het vaak zo dat bijvoorbeeld de fiscale kant, het ministerie van Financiën, zegt van nou ja, geef die jongens een vergunning, want die zijn groot en die moeten belasting betalen. Mm-hmm. Terwijl het ministerie van Justitie en de KSA zegt van hé, we hebben die mensen niet voor niets een boete gegeven. Dus het zou ook nog kunnen dat verschillende takken van de overheid daar nog verschillende ideeën over hebben. En uiteindelijk is dat natuurlijk een politieke beslissing. Ja, ze zijn dus op zoek naar een kanalisatiegraad van 80%. En als je dus bepaalde partijen al uitsluit, dan gaat dat natuurlijk lastig worden in die eerste beoordeling van de wet. Volgens mij staat die eerste beoordeling ook al meteen gepland. Nou ja, oké, okay, dat is dus ja, allemaal, moeten we dan allemaal nog maar gaan zien. Het betekent in ieder geval dat de hoofdpijn nog niet helemaal over is, zeg maar. Hoe dan ook. Nee. Ik denk dat het nog een slepend dossier wordt. En dat ik ben een beetje bang dat het aan de fiscale kant ook zo is. Oké, nou ja, ik bedank je in ieder geval weer voor je tekst en uitleg. Ik denk dat de mensen, de pokerspelers in Nederland er ook wat aan hebben. Ja, en als er een uitspraak is in die andere zaak en die... Nou ja, of die nou goed of slecht is, dan hoop ik je dan weer eventjes te spreken om weer wat uitleg te geven. Want ook al lijkt het goed, er zit toch altijd nog meer achter dan je denkt. Althans, zoals leken, zoals ik, moet ik zeggen. Ja, desalniettemin hebben we gewoon gewonnen en zijn die zaken overeind gebleven. En moeten we daar natuurlijk gewoon heel blij mee zijn. Dus het is wel goed nieuws. Maar of de champagnefles al over moeten, die zou ik nog even bewaren voor de volgende uitspraken van het Hof Arnhem Leeuwen. Althans van de Hoge Raad. Oké, nou, dankjewel. Fijn weekend alvast. Dankjewel dat je nog zo eventjes op de late avond kon reageren. En ik hoop je weer binnenkort te spreken. En dat dan wel daadwerkelijk de champagne ontkeurd kan worden. Ja, ik hoop het ook.